De lokale omroep van Asten en Someren had onlangs een gesprek met de nieuwe burgemeester van Tiel, Hans Beenakker. Zij spraken met hem over zijn benoeming in Tiel. Wat heeft Tiel, wat Asten niet heeft? Nou, Asten heeft ook heel veel, hoor. Dus dat wil ik er wel bij vermelden. Maar Tiel is een fantastisch mooie gemeente. Voor mij is het heel leuk dat ik ook weer terugkeer naar Tiel. Ik ben in Tiel opgegroeid. Ik heb van mijn vijfde tot ik ging studeren in Tiel gewoond. Heb je contact gehouden met de mensen daar? Nou, eigenlijk is dat wel verwaterd, want ik ben natuurlijk toch een jaar of 30 weg. Mijn ouders hebben nog wel tot een jaar of 10 geleden daar gewoond. Dus die wonen nu in Arnhem. Maar goed, op een gegeven moment verwatert dat, want ja, je schoolvrienden gaan ook allemaal studeren. En je komt natuurlijk zelf verder weg te wonen. Ik ben toen op een gegeven moment ook naar Voorburg vertrokken. Maar het heeft altijd wel een bijzondere plek natuurlijk in mijn hart gehouden. Omdat ik daar ook opgegroeid ben en altijd heel goed naar mijn zin gehad heb. En dat is heel leuk om daar terug te keren. En daarnaast is het, dat is natuurlijk wel heel belangrijk voor een burgemeesterschap. Ja, is het gewoon bestuurlijk een hele interessante gemeente voor mij. Het is een hele logische volgende stap qua grootte van de gemeente. 42.000 inwoners. Bestuurlijk gewoon een geweldig interessante gemeente. Tiel heeft geweldig veel ontwikkeling doorgemaakt. Van de groei van de bevolking als een aantal belangrijke projecten die daar plaatsvinden. Binnenstadontwikkeling. En er is een hele intensieve regionale samenwerking. Nou, dat ligt mij natuurlijk ook heel erg goed. Ik zit hier in het dagelijks bestuur van de SRE. En ben in Haagland in het dagelijks bestuur gezeten. Dus de regionale samenwerking trekt mij ook heel erg. En die is daar ook heel actief in het rivierenland. Tiel is echt een centrumgemeente voor het riviergebied. Wat overigens ook een heel mooi gebied is. Ja, een logische stap dat een burgemeester die op 38 jaar leeftijd naar Asten komt, dat hij een keer weggaat, hier in 20 jaar rondhangt. Nee, dat was natuurlijk wel een keer de verwachting. Ik heb ook met de vertrouwenscommissie hier voor de herbenoeming vorig jaar, is natuurlijk ook wel even aan de orde geweest van, wat zijn je toekomstplannen? Daar hebben we toen ook best wel open over gesproken. En toen heb ik ook aangegeven, en dat vond ik ook heel logisch, van gelet op mijn leeftijd en fase in mijn loopbaan, is het zowel voor mij als voor Asten natuurlijk goed als er iets leuks voorbij komt, iets interessants, om die kans te grijpen. Nogmaals, men heeft ook toen aangegeven vanuit de gemeenteraad hier, natuurlijk wel heel jammer te vinden als ik wegga. En dat vind ik natuurlijk zelf ook, want het bevalt me hier prima goed. Maar goed, als er een kans komt, dan moet je die ook grijpen. En ik vind het ook wel heel leuk als ik straks dan in Asten wegga, dat ik ook wegga met een heel tevreden gevoel. En het gevoel heb dat het ook heel goed loopt hier op het moment. Je bent nu 45, Tiel komt langs. Als Tiel niet langs was gekomen, had u nog even hier gezeten, begreep ik. Ja, ik heb het prima naar mijn zin, Asten. En ik zit absoluut niet op de schopstoel, om het zo maar te zeggen. En het loopt ook allemaal goed in college en de raad. Er zijn leuke projecten, dus dat is het probleem. Ik ben natuurlijk actief in het DB op het moment, in de SRE, met interessante projecten. Maar dit is natuurlijk een unieke kans die zich voordoet. Ik heb heel veel affiniteit met Tiel. En het is voor mij in mijn burgemeesterloopbaan ook gewoon een hele mooie volgende stap. U moet nog zo lang. Ook Tiel kan een tussenstop zijn. Nou, ik moet nog zo lang. Ik mag nog zo lang. Mag nog heel lang. Nou, ik zou zeggen, laten we voorlopig eerst maar even Tiel. En ik denk dat ik daar best wel een hele behoorlijke periode mijn tanden erin kan zetten. En dan zien we ooit wel weer. Hoe laat u Asten achter? In vergelijking met toen hij kwam? Nou ja, voor mijn gevoel in ieder geval heel goed. Ik denk dat de laatste jaren heel veel projecten opgepakt zijn in Asten. Ook een aantal lastige dossiers die op mijn bureau kwamen toen ik aankwam, zoals de Diesdonk, die inmiddels naar tevredenheid voor Asten opgelost zijn. Maar ook als ik kijk bijvoorbeeld aan de hele centrumontwikkeling, er lagen toen best wel wat projecten een beetje vast. We hebben een hele stabiele raad op het moment, hele goede samenwerking, uitstekend college. Een hele professionele organisatie, zeker voor een gemeente van deze omvang. Dus ik ben heel tevreden zoals het nu in Asten loopt. Ja. Bourgondisch Brabant, dat bevalt u ook goed. Nu moet u een stukje hoger het land in. Andere sfeer. Ja, maar we kijken niet op het Bourgondische Tiel. Daar heb ik natuurlijk ook wel enige ervaring mee vanuit mijn schooltijd. Dus dat komt wel goed volgens mij. Ik ga me daar uitstekend naar mijn zin krijgen. En uw gezin die gaat braaf mee? Die zijn heel erg tevreden met deze keuze. Nou, de kinderen slokken natuurlijk gisteravond even. Want zoals ik net al zei, alleen mijn vrouw wist het. Kinderen zijn wat dat betreft ook wel flexibel. En sowieso gaan we hier nog wel het schooljaar afmaken. En dan gaan we eens rustig kijken. Ik wil wel proberen zo snel mogelijk te gaan wonen.
En ja, mijn vrouw vindt het ook heel leuk, die kent Tiel ook, om daar te gaan wonen. Het is gewoon ook een hele mooie gemeente om ook privé daar te gaan wonen en actief te zijn. Want dat is ook wel iets wat ik doe, dat heb ik in afzet ook gedaan, dat ik ook privé in sport of anderszins ook actief wil zijn in de gemeente. Wanneer gaat u weg? Nou, de bedoeling is dat de benoeming half januari gaat plaatsvinden. Nou, dan zou ik natuurlijk nog wel een tijdje heen en weer moeten gaan reizen. En dan moet maar eens kijken wanneer er verhuisd kan worden. Maar ik probeer het wel zo snel mogelijk te doen. Maar ja, goed, het zal gelet op de school van de kinderen, zal dat dan ergens misschien rond de zomer zijn. Deze reportage kwam tot stand dankzij collega Omroep Cyrus, de lokale omroep van Asten en Someren.